Goedemorgen, testing, testing. 1, 2, 3. Dit is mijn blaadje, tevens mijn wire, want zo doen we het in Suriname. Mijn Suriname, mi sweetie's ranang. Als ik aan het filmen ben, stoor me alsjeblieft niet. Want ik word boos, ja boos, ja ik word kwaad. Du, 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 du. Goedemorgen, of middag, of hoe laat het ook nog eens waar jij bent. Ik ben een Suriname. Het is vroegsmorgens, het is 9:00. En ik ben wakker. En ik ben aan het filmen, omdat ik van je hou. Dus ja, dat is een like waard, hè. Dus als je ook van me houdt, doe de like button, doe de like button. Oké, vandaag gaan we het hebben over mijn favoriete producten. All time. Oké? En ik ben geen product junkie. Ik hou wel van nieuwe producten proberen, maar ik van producten hou. Maar ik hou nog meer van mijn geld in mijn zak houden. Ik hou niet ervan om geld uit te geven. Dus if I have a product I like, I stick to it. Dus deze producten deel ik nu met je. Een paar mededelingen. Je ziet misschien dit. Dit is mijn microfoon. Want ik ben buiten. Vogels fluiten. Mensen zijn Adele aan het afspelen. En ik wil gewoon dat je me goed kan horen. Dus ik heb nog geen goede optie daarvoor gevonden hoor. Maar we doen het voorlopig zo. Op mijn Instagram post ik best veel foto's van Suriname. Of ik heb al foto's gemaakt om te posten hier zo in Suriname. Dus als je me nog niet op Instagram volgt, waarop wacht je? Je krijgt gewoon heel veel zon op je feed. Dus mijn handle zie je hier zo in beeld. Oké, zonder het een te lang filmpje te maken, laten we beginnen. Als het gaat om cleansers, manieren om je haar schoon te maken, dan heb ik eigenlijk 2 favorieten. Ik heb ten eerste een natuurlijke manier om mijn haar schoon te maken, dat is black soap. Black soap krijgt mijn haar niet alleen goed schoon, dus echt gewoon goed schoon, maar het heeft ook nog een bepaalde olie erin, waardoor het mijn haar schoon krijgt. Maar tegelijkertijd voel ik nog die olie. Dus mijn haar is nooit echt droog als ik black soap heb gebruikt. Sommige mensen hebben wel die ervaring. Dus je moet even kijken of het voor jou werkt. Maar voor mij werkt het prima. Mijn volgende favoriet is een shampoo. I know, een shampoo, right? Het is een sulfaatvrije shampoo van Hair Rules. En ik vind het gewoon een hele goede shampoo. Omdat het, zoals ik zei, geen sulfaten heeft. Dus het is ook heel erg rustig voor mijn haar. Maar mijn haar wordt ook echt schoon. Dat maakt mijn haar wat schoner dan de black soap. En dat vind ik persoonlijk best fijn. Maar het heeft ook EDTA erin. En dat is fijn voor na het zwemmen. Als je een shampoo zoekt voor na het zwemmen, dan is deze dus een hele goeie. Volgende onderwerp is conditioners. En I am obsessed with conditioners. Ik hou zoveel van conditioners, verschillende typen conditioners. En ik ben een beetje obsessed met nieuwe conditioners proberen. Dus als ik ergens een product junkie zou zijn, wat ik niet ben, because I'm cheap and I don't like spending money, dat zou het met conditioners zijn. Maar mijn favoriete conditioner. Maar laten we dan gewoon beginnen met mijn favoriete conditioner voor alles. Misschien weet je dat al, misschien is het niet eens moeilijk om te raden, maar mijn favoriete conditioner in the entire world tot nu toe is de Tresemme Naturals. Ik kan die voor alles gebruiken. Gewoon als een conditioner nadat ik mijn haar heb gewassen met shampoo om het uit te kammen. Het heeft geweldige slip, dus het is echt makkelijk om ermee uit te kammen. Het maakt mijn haar zo moisturized. Het maakt mijn haar zo... ik weet niet wat het met mijn haar doet. Ik vind het zo geweldig. Ik gebruik het als pre-poo. Als ik mijn haar wil gaan uitkammen, als het droog is, gebruik ik dat. Ik gebruik het als deep conditioner met honing, met olie. Dus ik hou zoveel ervan. Hè. Soms laat ik het ook nog in mijn haar vanwege de ingrediënten die het heeft. Dus als er een product is waar ik gek op ben, is het Tresemme Naturals. Enige narigheid ervan is, je kan het niet in Nederland kopen. And I am so over that. Tresemme Naturals, je kan het in Suriname wel kopen. Maar ik ben nu in Suriname en ik kan het niet echt vinden. Dus als je weet waar ze het verkopen, meld me. Als het gaat om een leave-in conditioner, dan heb ik in het verleden niet heel veel succes gehad. Dat ik kan zeggen van, ik heb eentje die ik een jaar gebruik. Maar ik begin steeds meer leave-in conditioners te vinden die ik persoonlijk goed vind.
Die van Shea Moisture. Black Castor Oil Leave-In. Die vind ik een hele goeie. Die heb ik maanden achter elkaar gebruikt. Een hele goeie en een hele... Toch wel een favoriete van mij is de Kinky Curly Not Today. Maar de reden waarom ik het niet echt als een favoriet zie is omdat ik het niet vaak kan kopen vanwege de prijs. Dat is ook heel belangrijk bij mij. Wat ik krijg voor de prijs, dan koop ik het niet zo heel vaak. Voor een speciale gelegenheid. De Leave-In Conditioner van Shea Moisture, die is heel goed. Want je krijgt voor €20, in Nederland dan tenminste, krijg je een hele grote tobbe. En €20 is misschien wel veel, maar je krijgt er heel veel voor en je doet er lang mee. En mijn haar vindt het gewoon een hele leuke leave-in conditioner. De Kinky Curly Not Today, die heeft betere ingrediënten, vind ik persoonlijk. Meer slip. Mijn haar houdt er meer van. Maar de prijs... En het is zo'n klein flesje. Oké, dan gaan we naar mijn volgende favoriete producten. En dat zijn deep conditioners. Ik hou heel veel van deep conditioners, because I said... I'm obsessed with conditioners. Maar met deep conditioners extra. Omdat er een hele periode was dat ik gewoon geen goede moisturizing deep conditioner heb gevonden. Eentje waar ik heel veel van hou is de Three Sisters of Nature deep conditioner. Volgens mij heet het de Super Sweet Snapback Treatment of zo. Maar ik ga het kopen en dan ga je het zien. Ik hou heel veel van die. Omdat het mijn krullen niet alleen zacht maakt, maar het maakt ze plomp op een bepaalde manier. Dus als ik wil dat ik echt van die mooie krulletjes krijg, dan moet ik dat gebruiken. Andere favoriete deep conditioners van me komen meestal van Shea Moisture. Raw Shea Butter deep conditioner, die vind ik heel fijn. Omdat ik die meestal in mijn haar laat en het is echt zacht. Dus als ik een deep conditioner heb die moisturizing is, die ingrediënten heeft waardoor ik het in mijn haar kan laten, dan hou ik echt van die. Dus de Raw Shea Butter van Shea Moisture, die vind ik dus heel goed. En je hebt ook een roze die ik recentelijk ben gaan gebruiken. Van die weet ik nog niet zeker. Maar de Raw Shea Butter van Shea Moisture, van die hou ik echt. Vooral als ik in Suriname ben. En dan komen we bij gel. En ik weet dat niet iedereen gel gebruikt. En dat dit niet echt een favoriet zal zijn bij iedereen. Ik heb zo'n type haar. Ik heb kroeshaar. Maar ik ben echt middenin, weet je. Ik kan makkelijk dit krijgen. Ik krijg makkelijk gewoon droog haar waar ik geen krullen in heb. En dit vind ik persoonlijk heel mooi. Maar ik wil soms ook krullen hebben. Dus als ik krullen wil hebben en ik wil mijn krullen behouden, dan moet ik echt een hele goede, sterke gel gebruiken. En bij mij werkt alleen de Eco Styler Gel om het effect te geven. Dat ik gewoon dagenlang mijn krullen op een bepaalde plek kan hebben. Dus mijn favoriete gel is hands down de Eco Styler. In mijn filmpjes, elke keer als ik gel gebruik, gebruik ik hoogstwaarschijnlijk dit. Dus ik koop hem gewoon in bulk, want ik gebruik heel veel ervan als ik een wash and go ga doen. Sommige mensen houden niet van de Eco Styler Gel omdat ze het gevoel hebben dat hun haar hard maakt. Het heeft een bepaalde ingrediënten in een polymeer die ervoor zorgen dat er een bepaalde gel laag erover komt. Als je geen harde laag wil hebben, moet je haar gewoon scrunchen. Dan breekt de gel laag, maar dan kan je haar wel minder lang in de wash and go dragen. Dus daar moet je rekening mee houden. Verder ook nog, sommige mensen houden niet ervan, want je haar voelt dan droog aan vanwege de gellaag. Ik maak me niet te veel zorgen daarover, want naarmate ik ga scrunchen, dan voelt mijn haar weer zacht aan. Ik vind het persoonlijk fijner om mijn haar in een gellaag te laten voor een paar dagen. Omdat ik ook gewoon weet dat het beschermd is. Mijn krul blijft waar ik het zet. Dus ik hou echt van de Eco Styler. Veel mensen vinden ook dat het makkelijk gaat, dat het niet goed mengt met andere producten. En dat is waar. Dat kan ik je wel geven. Maar zoek gewoon een product waar het wel mee mengt. En als je wil weten of het mengt, zet gel in je hand. Zet product in je hand. Meng het. En als je ziet dat het klompjes geeft, dan gaat het ook eitjes geven in je haar. Very, very simple. En nu olie. Mijn favoriete olie all time. En als je me in person kent, dan weet je dit. Is kokosolie. Ik hou zoveel van kokosolie. Kokosolie everything. Je kent toch die meme die je op Instagram ziet? For every problem in your life. For every problem in your life. The answer is kokosolie. The answer is coconut oil. You got a bad credit? Coconut oil. Cheating husband? Coconut oil. Get your life together? Coconut oil. En echt, coconut oil gebruik ik voor alles. Want ik
Oh, van kokosolie. Volgende favoriete, ook een natuurlijk product, shea boter. En dan heb ik niet over shea boter, een merk waar ze een heleboel andere dingen in zetten. Nee, gewoon puur shea boter. Voordat ik een heleboel producten ben gaan proberen, waren kokosolie, olijfolie, shea boter. Die waren gewoon de producten die ik kon gebruiken. Die ik samen mixte, die ik kon gebruiken voor een deep conditioner. Dus als je weinig geld zou hebben, koop gewoon shea butter. En shea butter, shea butter, ik weet niet precies hoe iedereen het wil noemen. Maar koop dat gewoon, er zijn heel veel dingen die je ermee kan doen. En als je wil zien hoe ik shea butter op verschillende manieren zou gebruiken, laat het komen beneden, dan kan ik wel een filmpje maken. Maar vergeet je natuurlijke producten niet, weet je. Want die zijn juist heel goed voor je haar. En die gaan je juist leren wat je haar nodig heeft, wanneer je andere producten gaat kopen. Verder heb ik ik heb volgens mij nog drie of vier favorieten. En dat zijn verder geen dingen die je echt nodig zou hebben. Dus echt, net als een conditioner of zo. Maar zijn dingen die qua extra gewoon leuk zijn. De eerste is Edge Control. Ik ben volgens mij een jaar geleden, of minder dan een jaar geleden, ben ik begonnen met Edge Controls gebruiken. En ik hou er echt van. Mijn haar is een beetje vervelend in de zin dat als ik hem met Edge Control zet, dat hij niet altijd blijft liggen. Maar dat vind ik persoonlijk niet erg. Voor de eerste 5 minuten ziet mijn haar er leuk uit. Dus ik hou mezelf een beetje voor de gek. Maar de Edge Control die ik echt geweldig vind, lijkt mijn crème de la crème Edge Control, is van ORS. Ik heb een tijdje voor ORS gewerkt. En één ding dat me echt is bijgebleven is de Edge Control van Monoi. De Monoi Oil, de ORS Monoi Oil Edge Control, die vind ik geweldig. Het is maar €6. Ik heb het nog niet in Suriname gezien. Als ik het in Suriname zie, zal ik het op mijn Instagram plaatsen. Maar in Nederland is het maar €6. Het ruikt geweldig. En weet je, niet alleen omdat ik voor ze heb gewerkt, maar kwalitatief is dat de beste edge control die ik ben tegengekomen. Vooral voor die prijs. En dan verder mijn favoriete styling tools. Sowieso mijn Denman borstel. De laatste tijd, als ik weinig tijd heb, lukt het me niet om alle kleine individuele haartjes uit mijn haar te halen met mijn vingers. Behalve dat het veel tijd neemt, ik krijg gewoon niet allemaal eruit in een korte periode. Dus als ik dan met mijn Denman erin ga, dan zorgt het echt ervoor dat mijn haar smooth wordt door de bepaalde laag die het heeft. En dat alle kleine haartjes eruit komen. Je gaat zien, ik heb mijn Denman gemodificeerd. Ik heb het niet zo gelaten, omdat de spaties tussen de tandjes te klein waren voor me, heb ik een paar rijen weggehaald. Een andere favoriete van mij, als het gaat om styling tools, zijn perm rods, dus papillotjes. En van die papillotjes die je gewoon kan rollen aan je uiteinde. Dat is een favoriete van me, omdat je echt heel veel ermee kan doen. Je kan je heel hoofd ermee rollen. Maar je kan ook, als je aan het transitionen bent, dus je bent in de positie waar je straight laat uitgroeien en je hebt heel veel uitgroei, dan zou je een twist out kunnen doen met je transitioning hair door het te vlechten en de gestreten punten, de steile punten, kan je dan met je papillotje rollen. Dus je kan zoveel kanten op daarmee, dus daarom zijn ze echt mijn favoriet. De laatste tijd merk ik dat ik ervan hou om mijn haar in een blowout te dragen. Gewoon zonder krul, gewoon heel groot, waar mensen zoiets zouden hebben van wees ook aan mijn weer hier hè. Heb ik gewoon zoiets van, het zorgt ervoor dat ik groot haar heb. En dat vind ik leuk. Dus mijn favoriete hairstyle, ik heb het misschien nog niet echt hier zo, is een blowout. Er is heel veel vraag gekomen naar mijn, om een filmpje te maken over mijn blowout, hoe ik dat doe. Ik ga het doen. Ik ben al begonnen aan dat filmpje, dus het zal in de komende weken moeten komen. En als je het niet ziet in de komende weken, als je hem op straat ziet, mag je me zeggen, je blowout video moet komen. Dat mag je me zeggen. Oké, dat waren al mijn favorieten. Gewoon echt producten die ik maandenlang aan één stuk door heb gebruikt. Als je wilt weten hoe ik deze producten gebruik, ik ga een filmpje ervan maken van mijn routine. Ik ga een deel hier maken en een deel op mijn Engelse kanaal.
Dus hou beide in de gaten. En het komt hoogstwaarschijnlijk voor het nieuwjaar. Of het is een van de eerste filmpjes in het nieuwjaar. Dus hou dat in de gaten. Hoe ik deze producten gebruik in mijn routine. En dan kan je misschien een beetje zien waarom ik er zoveel van hou. Verder nog zal ik voor alle producten zal ik in de beschrijvingsbox een link laten als die online verkrijgbaar zijn. Als het fysieke shops zijn, dan zal ik ervoor zorgen dat de naam ervan in de beschrijvingsbox staat. Voor zowel Nederland als Suriname. Vergeet niet de beschrijvingsbox te lezen, hè? Ja, en dat was het. Ik vond het zo leuk om jullie weer eventjes gesproken te hebben. Laat een comment van mij. Wat is je favoriete product? Misschien kan ik het proberen. Meld me dan ook meteen waar ik het kan kopen. Laat in de comments. Waar kan ik Tresemmé Naturals in Suriname vinden? Want ik zoek en ik zoek en ik zoek. Maar ik kan het nog niet vinden. En ja. Dan ga ik weer. Ik vond het heel leuk om je weer gesproken te hebben. Als je dit filmpje leuk vond, geef het een duimpje omhoog. Als je meer haalfilmpjes wil zien, check deze filmpjes hier. En deze zijn ook heel leuk. En als je mijn filmpjes leuk vindt, waarom abonneer je niet? Abonneren kan je hier beneden ergens doen. Je gaat de abonneerknop zien. En als je op je telefoon bent en de links hier op mijn scherm werken niet, kijk nogmaals in de beschrijvingsbox en daar zet ik alle links voor je. Tot de volgende keer. Doei!